Links de containerwoningen en rechts de bestaande bouw. Valt het nou in praktijk uiteindelijk een beetje mee? De meeste mensen vinden het erger dan ze verwachten. Dus minder lichtinval, uitzicht weg. En over de bewoners, dat gaat eigenlijk prima. Dus op zich weinig contact, maar er is ook geen overlast. Dat gaat vooralsnog goed. De bewoners van de Binnenvest zijn allemaal op weg naar reïntegratie in de samenleving en zijn zorgvuldig gekozen opdat ze geen overlast voor de buurt veroorzaken. Ja, dat hebben we in dit geval zeker gedaan, omdat we ook wisten dat het best een lastig stukje voor de buurt was. En zo zijn we wel zeker secuur mee omgegaan om te kijken van nog een keer extra check, denken wij dat iemand hier past. Kijk, wij gunnen iedereen een woning, hè. Laat dat duidelijk zijn. Ook bijzondere doelgroepen. Dus, er is ook sprake geweest, een raadsbesluit is geweest van ook sterke wijken zouden in aanmerking moeten komen voor deze plaatsing van de woonunits. Dat vinden we op zich prima. De pijn zit hem dus vooral in de aantasting van het woongenot. Ja, dus vanuit de woonkamer zie ik ze, vanuit mijn werkkamer. En ik ben niet de enige, het gaat om de hele straat. Dat geldt voor iedereen. Daar, aan de andere kant, de Kernstraat is het inkijk. De Burggravenlaan is het nog erger, is de afstand nog kleiner. Minder privacy. Dus wij ervaren dat als een aantasting van ons woongenot en comfort. Tot zover de evaluatie. Kijkend naar de toekomst hebben de buurt en de Binnenvest niet verrassend een andere droom. Angst is ook misschien dat het op zijn minst 10 jaar is. Hè. Onze angst is dat misschien de gemeente ook het bestemmingsplan wil wijzigen, zodat ze kunnen blijven staan. Wat hoop jij waar ze zijn hier in de buurt over 9,5 jaar? Eigenlijk dat het niet meer zozeer losse onderdelen van elkaar zijn, maar dat het hoort bij de straat. Ja, want dat is uiteindelijk ook wat we met deze woningen graag willen. Hè? Dat mensen weer deel uitmaken van de maatschappij, dat ze kunnen participeren binnen de maatschappij. En dat het gewoon een succesverhaal wordt.